Dat is onze Sylvester. Ja. En waar die andere nou is, Joost mag het weten. Maar die ligt denk ik ergens anders. Maar dat is onze Sylvester. Wow, Maurice toch. En een bakje met geraspte kaas. Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, we zingen er maar even bij. Ja, anders wordt het leven zo saai, hè. Ik moet mijn spel nog even afsluiten, dacht ik. Maar ik wou hem eigenlijk aanlaten. Het is vandaag uiteraard weer zondag. De hoeveelste weet ik weer eens niet uit mijn hoofd. Nee, en daar baal ik van. De 17e. En we leven om 15:46, dus ja. Maar ik ben met mijn spel bezig, maar ik ga ook zo meteen weg. Ik heb al twee telefoontjes gehad. Eerst Karin, die was aan het lopen met honden. Heb ik al lang al gedaan. Ik heb al gegeten, et cetera. Ik heb Mary aan de telefoon gehad. Die heeft net een tramadol ingenomen, omdat ze verging van de pijn. En die was zowat dronken door die tramadol. Want ik kon er eerst amper voor staan. En ik ga naar Mary toe. En naar Marianne toe. En dan ga ik lekker een hapje mee eten. Ja, gaan we daar even genieten. En gaan we het gezellig maken. En natuurlijk neem ik jullie erin mee. Die doet niks meer, want ja, die moet weer in de houder. En daar kan ik nou niet bij. Maar in ieder geval, daar zitten de dames te donderjagen. Ja. Hé? Jij nou, kwispelkontje. Rijka kwispelkontje. Is Rijka een kwispelkontje dan? Ja, hé? Rijka een kwispelkontje, hé? Moet jij nog even naar buiten, voordat vrouwtje weggaat? Wil je nog even naar buiten dan? Hé? Ga je bal uitgraven. Ga jij ook maar even. Doe maar. Hup. Nee, toch niet? Ga naar buiten dan. Rijka heeft daar, waar bij die vlaggenmast, heeft een kuiltje gemaakt. En daar ligt een balletje in. Ja. Hé, stelletje boefjes. De bladeren waaien allemaal huis in. Hup. Hoor eens, hoor allemaal sirenes. Dan zijn ze weer blij, want dan mogen ze weer door het rode licht heen jakkeren, zeggen we dan. Hé? Ja. Nou, niet naar buiten. Dan doe ik de deur weer dicht. Voilà. Zo, ja. Ja? Moeten jullie koekje? Nou, weg dan. Krijgen jullie koekje. Ja. Jullie moeten het daar nog mee doen, want ik wil die bak afwassen. Ja. Maar ja, wel aan de kant gaan. Wat zit daarin? Zitten de koekjes in? Ja. Oh, wat lekker. Ah. Ho, wat doen we nou? Weg met die neus. Zo. En dan is het die dicht. En dan is het eerst Rijka. En dan is het Elwin. Hé? Zo, is het lekker Rijka? Ja, nou. Is het lekker?
Ja, jij bent al op, hè? Ja. Nou, hebben die ook weer wat lekkers gehad? Dat gaat ook nooit een dag voorbij. Nee, dat is altijd, iedere dag krijgen ze wel wat lekkers. Dan weer dat, dan weer dit. Dan weer zus, jou, ze hebben altijd wel wat lekkers. Hé? Ja, en vooral vlak voordat ik wegga, geef ik ze wat. En als ik terug ben en ik kijk even de rondte in en alles is nog zoals het behoort, dan krijgen ze weer wat lekkers. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. En geniet ook zeker met ons mee. Lieve vrienden, zoals jullie zien, ben ik dus niet thuis, hè? Nee, ik had het al gezegd. We zouden naar Marianne toe en ik zou jullie meenemen. En hier hebben we onze andere schoonheid. Ja, dat is onze Sylvester. Ja. En waar die andere nou is, Joost mag het weten. Ja, ik denk dat hij in het kleine hokje ligt. Maar die ligt denk ik ergens anders. Maar dit is onze Sylvester en Brutus hebben we er al op. En nou hebben jullie de mij er ook dus op. Maar dat maakt niet uit. Nee hoor. Nee, nee, niet. Ja, maar dat komt allemaal wel goed. Ik weet ook niet hoe ik dit verder allemaal moet doen. Ik heb er nog geen verstand van. Ik kan wel switchen de andere kant op. Zo, nou heb ik geswitcht. Maar Karen die heeft hem ook in het klein en dat weet ik allemaal nog niet hoe dat moet. Nee, ik kan niet inzoomen of wat dan ook. Maar ja, hoe dat moet ik allemaal nog leren. Ja, dat komt vanzelf wel. Maar kijk, daar zit onze Marianne. Hallo, ik ben er ook bij je. Ja. Altijd. Ja, zeker te weten. Ja, bij jou, aan jouw kant is het donker. En aan mijn kant is het lichter vanwege dat grote raampartij. Ja, inderdaad. Maar ja, dat kun je hier zien, hè? We zitten er samen erop. Ja, echt waar. Hè, Sylvester? Of niet dan? Grote mannen, ja. Dus ja, we hebben lekker een bakje koffie gehad. En ik denk dat ik er straks nog wel eentje krijg. Ik weet het niet. Maar ja, nee, ze is even bezig met van alles en nog wat. En dat moet ook allemaal even kunnen. Tijd voor haarzelf, of niet? Oh ja, altijd. 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 Ja, moet ik kunnen. Ben even met ander eten bezig, dus ik moet even kijken wat ik vanavond mag eten. Ja, daarom. Nee, maar dat komt wel goed hoor. Daarom komt het zeker goed. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, hou gewoon vol goede moed. En eet smakelijk strakjes. Juist, bon appetit. En voor later, ja, gewoon een hele fijne, liefdevolle avond. Dus geniet van alles met wat jullie doen, maar ook zeker met hetgeen wat wij doen, of niet? Zeker, altijd. Altijd. Ja, ja, en er staat al een heerlijke schotel met salade en er wordt al gepikt. Wow, Maurice toch. Gepikt. En een bakje met geraspte kaas. En Maurice die pakt net wat en dat, wat is dat? Nou ja, dat is dit. En wie zit er naast me? Op het krukkie, onze Brutus. Hier komt de uiensoep. Dat is uiensoep wordt er gezegd. Ik heb dat van mezelf nog nooit gehad. Dus ja, hoe dat smaken gaat, weet ik niet. Hartstikke. Dat is voor mij nieuw. Ik maak het al meer dan 40 jaar hetzelfde, dus het zal best lekker zijn, toch? Ben je het koriander niet vergeten? Wat zeg je? Ben je het koriander niet vergeten? Nee, dat zit er doorheen. Anders is het niet maar, lekker. Maar, er zit koriander doorheen. Ja. Mooi zo. Dus wij gaan eerst dit nuttigen, lieve vrienden. En straks zien jullie de rest wel. Kijk. Een pan vol. Met rijst en bruine bonen, wat is dat? Nee. Ik weet niet of ik het op weg kan krijgen. Maar nee, je hebt geen tandgebiedje. Nee, ik heb geen tanden, dat weet iedereen. Dus ja, maar dat ziet er weer lekker uit. Ja, en er is er eentje dat aan het knabbelen. En dat is onze Maurice. En die vindt het lekker. Nou ja, ik weet het niet, ik heb het nog nooit van mijn leven gehad ook. En de soep, nou ja, die was lekker. Ik heb er 2 bakjes van op, dus ja, yeah, helemaal lekker. Maar ik weet niet wat dat is en ik heb geen tanden, dus ja. En dat weten jullie, hè? Ja. En waarom? Ja, dan moet je, als je dat wil weten, ga je me weer helemaal terug scrollen naar beneden. Ik heb het ooit eens een keer uitgelegd. En dat blijven we niet doen. Nee. Hè, Brutus? Nee.
Dus oké, lieve vrienden, wij gaan lekker verder met het eten. Lieve, lieve, lieve schat. Ja, zeggen we dan. Ja. Mag ik jou vriendelijk bedanken voor het overheerlijke eten. Natuurlijk. Wat ik bij jou heb mogen nuttigen. Graag, altijd, altijd goed, weet je. En altijd bij mij eten. Mooi. En Maurice, hoe vond jij het eten van jouw moeder? Heerlijk. Ja, ze kan goed koken, of niet dan? Ja, mijn moeder kan goed koken hoor. Mooi. En wat vinden we... Sylvester ervan. Sylvester. Hallo. Nee, die wilde niet op, hè? Ik had vanmiddag ook al problemen ermee. Nee, nu wel. Sylvester. Hij zit op de oude, hij zit buiten. Maar oké, lieve schat, ik ga weer naar huis, want ik heb nog twee lieftallige hondjes die naar buiten willen. Ja, die moeten eruit. En nog een lieftallige kattenbeestje, die wil ook eten, dus ik ga weer die kant op. Is goed. Ik zou zeggen, lieve schat, een hele fijne, liefdevolle avond. En voor later op de avond, wel trusten, lekker slapen. En morgen weer gezond op. Graag tot aan de andere kant van de nacht. Lieve vrienden, er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Dus ook tijd om te slapen gaan. Ja, want het is op 2:43. Dus het loopt tegen 3:00 in de ochtend van maandag. De 10e geloof ik. Het is daar altijd andersom. Hè. Ik kan daar zo min tegen. We gaan even kijken. Oh, ik zie dat niet eens. De 18e. Oké. Dan moet je daar beginnen. De 18e van de 10e, ja. Ah, moeilijk, hè? Ja, vooral als je het zo vroeg in de ochtend moet doen. Dan is het al helemaal moeilijk. De dames liggen daar. Hé, meisjes. Ze zijn lief. Daar ben ik dus mee uit geweest en ik ga zo lekker de boel afsluiten en dan gaan we naar bedje toe. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie nachtrust. En ook al moet je werken, dat je nachtdienst hebt, werk ze. En het een goede dienst en voor morgen natuurlijk wel trust als jullie dan naar bed toe mogen. En voor degenen die eruit rollen, nou ja, een hele fijne dag toegewenst. Geniet van alles met wat jullie doen, maar... Geniet ook met ons mee.